wat leuk dat je kijkt naar deze video van Online Tech Tips. Mijn naam is Kelly en in deze video laat ik jou zien hoe je jouw SharePoint-omgeving geheel naar eigen huisstijl kan inrichten. Vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Klik gelijk op het belletje, zodat je altijd op de hoogte wordt gebracht als ik een nieuwe video plaats of wanneer ik live ga om een webinar te geven. In Microsoft SharePoint kun je gebruik maken van verschillende kleurenthema's, logo's en meer. En sinds vorig jaar is het ook mogelijk om jouw unieke kleurencode toe te voegen aan de kleurenthema's. Het thema draagt bij aan de adoptie en het gevoel van medewerkers bij de applicatie. Zeker als andere applicaties ook deze huisstijl kunnen aannemen. En daarbij is het natuurlijk ook gewoon heel erg leuk om de juiste kleur toe te passen in jouw Microsoft SharePoint omgeving. Ik ga je laten zien hoe je dit voor elkaar krijgt, maar wees je ervan bewust dat je hiervoor wel de rol van SharePoint-beheerder moet hebben binnen Microsoft. Voor het verwerken van de kleurcode in Microsoft SharePoint zullen we een aantal stappen moeten gaan doorlopen. En die stappen heb ik ook geplaatst op mijn website en die kunnen we dus gaan aanhouden. Dus ik ga je enerzijds laten zien waar die instructie staat en gaan we die instructie volgen. En dan zie je ook gelijk hoe dat eruit komt zien in deze video. Ik heb in mijn eigen SharePoint-omgeving al gebruik gemaakt van deze methode. En daardoor kan ik nu, als ik hier naar de instellingen ga, naar uiterlijk wijzigen en zie ik hier thema. Vervolgens zie je dat ik hier twee bedrijfsthema's heb en verder nog SharePoint-thema's. Heb jij zelf nog nooit eerder zoiets ingeladen, dan heb je alleen maar SharePoint-thema's. Dus alle eigen gemaakte kleurcodes en kleurinstellingen vind je onder het onderdeel bedrijfsthema's. Nu heb ik deze dus ingesteld en gaan we nu een andere maken. Door naar mijn website te gaan. Daar heb ik de instructie ook staan. Ga ik naar Microsoft. Dan ga je naar SharePoint. En vervolgens zie je hier SharePoint kleurcode toevoegen. En hier hebben we de instructie om de kleurcode te gaan toevoegen. Als eerst moeten we naar een website toe. Die zien we hier ook staan. Vervolgens kunnen we hier dus de kleurcodes in kwijt, zoals we ook zien in deze screenshot. Kunnen we zelf gaan aangeven wat de verschillende onderdelen moeten zijn. Het zijn drie onderdelen waar je kleuren aan kan toekennen. Zodra je een kleurcode invoert, zie je ook hoe dat eruit komt te zien. En kun je het een beetje gaan gebruiken om te zien wat je van die kleurcode vindt. De tekstkleur laat ik altijd op een zwarte kleur of in ieder geval een donkere kleur staan, zodat je gemakkelijk onderdelen kan lezen. En de achtergrondkleur kun je natuurlijk ook gaan aanpassen. Heb je een kleurcode ingevoerd, kun je op de kleur klikken. Kun je hem altijd nog gaan verschuiven op deze wijze. Dus dat je hem bijvoorbeeld nog wel ietsje lichter maakt. En als je hem dan uiteindelijk hebt, dan kun je hier bovenin gaan klikken op exporteren van het thema. Hier gaan we het onderdeel van PowerShell nodig hebben, de code daarvan. Dus deze code gaan we nodig hebben om in SharePoint te zetten. Vervolgens kunnen we door naar stap 2. Dus we gaan naar SharePoint Online Management Shell. Dat doe ik door links onderin op mijn Windows-icoon te klikken en dan te zoeken naar SharePoint. En daar zie ik hem al staan. En die wil ik als administrator openen. Bekijk wel welke je nodig hebt. Die heb ik hier ook geselecteerd en met een pijltje duidelijk gemaakt dat je de bovenste nodig hebt. SharePoint. En dan opent zich dat onderdeel. Dan kunnen we gaan kijken wat we vervolgens moeten gaan doen. Hier heb ik namelijk ook de codes neergezet die je nodig gaat hebben. Die kun je gewoon gaan kopiëren, invullen en vervolgens invullen. Dus het domeinnaam moeten we wel nog aanpassen. Domeinnaam van jouw SharePoint-omgeving kun je vinden in SharePoint zelf. Dus dat is deze. Alles voor het puntje heb je nodig. Nadat we dat hebben ingevuld, kun je klikken op OK. Dan gaan we verder en moeten we dus blijkbaar gaan inloggen.
De volgende stap is dat we dus verder gaan met het onderstaande onderdeel. Kopiëren we weer. Die plakken we. Dan gaan we door naar de volgende stap. Moeten we dus de PowerShell tekst van de website af gaan halen. Gaan we weer terug naar de website. En hier bij het onderdeel PowerShell moeten we helemaal kopiëren. En die meenemen weer naar PowerShell. Hier gaan we hem plakken. Pakken we weer even de instructie erbij. Dus nu hebben we hem ook erin gezet, net als deze screenshot. Ziet er vrijwel hetzelfde uit, is ook ingelogd. Code eronder. Dan klikken we op enter dus. Dan gebeurt er nog niets, staat hier ook. Dan gaan we door naar de volgende stap. En dan gaan we hier deze code vervolgens kopiëren en plakken. Moeten we wel vervolgens zelf een naam gaan geven aan het thema. Plakken. Dan met het pijltje dat naar links wijst, navigeer ik door het onderdeel heen. En zeg ik hier geef ik aan wat de kleurcode is geweest die we hebben gebruikt. Klik op enter als je de naam hebt ingevoerd. Nou, we hebben hem ingevoerd, kunnen we op enter klikken. En dat was het. Jouw thema is klaar voor gebruik, staat hier ook. Je kunt nu op exit typen, dus exit, enter. En dan stopt dus PowerShell. Sluit zichzelf gelijk veilig af. Als we nu naar SharePoint gaan en ik ververs mijn pagina. En ik ga naar de thema's, uiterlijk wijzigen, thema. En dan zien we hier de nieuwe kleurcode staan. Dus een stukje lichter. Je ziet een hele kleine wijziging dus van kleur die we hebben ingesteld en volgens mij opslaan. Nu heb ik dus een andere kleurcode in mijn omgeving. Ook dat wordt uitgelegd in het laatste onderdeel van deze stappen. Dus dat je dus naar SharePoint kan gaan, uiterlijk wijzigen, naar thema en dan zie je hem daar dus vervolgens staan en kun je hem gaan gebruiken. En zo laat je jouw huisstijlkleur in Microsoft SharePoint. Uiteraard ga je dit niet dagdagelijks doen, dus pak gerust deze video er weer bij zodra je een nieuwe kleur wilt toevoegen. Vind je deze video nu leerzaam? Vergeet dan niet om je te abonneren op mijn kanaal en op het belletje te klikken, zodat je altijd weet wanneer er een nieuwe video is en wanneer ik live ben om een webinar te geven.